Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 243.1. Jawel, wederom twee afleveringen deze week. We hebben te veel leuke dingen meegemaakt en die gaan we zeker met jullie delen. Afgelopen maandag is Don de Jong op bezoek geweest en die heeft een proefrit gemaakt met de Audi RS7, die met 840 pk. Iets later nemen we jullie mee in een proefrit met die auto. Jullie kunnen een beetje proberen te proeven wat zo'n auto doet. Ik was in ieder geval super enthousiast. We gaan natuurlijk weer verder met de Porsche GT3. De draadeinden zijn gemaakt en we gaan nu die complete Akrapovic uit laten monteren. Uiteraard gaan we de RS7 compleet detailen en hebben we een paar mooie beauty shots van gemaakt. Ja, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 243.1. En we beginnen deze week, net als vorige week, met een Audi SQ7. Deze auto staat er voor het uitvoeren van een olieservice. De klant blijft er even op wachten. Bram heeft zojuist de wielen opgehaald van de zwarte Audi R8. Binnenkort online. We hebben deze Audi A6, Snaudi A6 er binnen staan. De auto staat hier om de velgen een andere kleur te geven en te herstellen. Een paar hele kleine beschadigingen op. En er zit een bonk in de aandrijflijn. Waarschijnlijk een kogel of een... Ik weet niet, je moet weer even naar kijken. Bij deze Audi heb ik hier even de stabilisator losgehaald. Ik zag al dat die hele rubber een beetje opgekruld was van de corrosie. Maar als ik hier de stabilisator beweeg, ja, hier kan zeker wel een knoop vandaan komen. Het is sowieso geen overbodige luxe om die te vervangen. Dus hier gaan we mee beginnen. Ja, dat kunnen jullie niet horen, maar er zit zo ook speling op. Dus. En die bonk die gaat steeds harder, veel harder in de auto zelf. Dus die gaan we in ieder geval opstellen. We gaan de RS7 wassen. Daar komt Don zo voor kijken. En we zijn de SQ7 aan het vullen met Mobile One. 9,1 liter 5W30 gaat erop. Ook gaan we bij de SQ7 nog een nieuw Audi logo plaatsen aan de achterzijde. Je ziet hier dat de blanke lak helemaal loslaat. Maar hij is begonnen aan de RS7, nieuw binnengekomen, 2020, chockvol, 830 pk, Brax tuning, 1100 Nm, 55.000 km gelopen. Mooi hè. Dennis gaat vandaag beginnen aan de coating van de Abarth 595. Zeg je? Eerst struiping erop, ja. Dat gaan we nu monteren en daarna coaten. Ja. En waarom eerst strijping? Dat is met coating beter. En de strijping die hecht bijna niet op die coating? Precies. Ja. Mooi. We zijn steeds blij met onze verzameling Flex poetsmachines. Bevalt erg goed. Eigenlijk bijna elke variant hebben we wel liggen. Nu is Niels bezig met een logo vervangen volgens mij, hè? Ja, logo vervangen. Nou, dan pak je even de Flex met accu en dan kun je vooruit. Ideaal. We waren eerst een beetje huiverig voor die machines met die accu's. Er zit een dubbele accu bij. En die laden best snel op. Dus stel je gaat de complete auto poetsen op accu. Dan kun je gewoon telkens als je leeg is, dan kun je hem wisselen. Maar je kunt er best lang mee poetsen. Dat is echt een praktisch systeem. En het nieuwe logo is geplaatst. Omdat wij de lijmresten van het oude logo moeten verwijderen, krijgen we altijd wat kleine lichte krasjes in de lak. Swirls noemen we die. Daarom heb ik eventjes dit paneel gepolijst. Als we alleen dit stukje zouden polijsten, zou je hier zo'n klein glanzend deel krijgen.
Dus wij kiezen er altijd voor om dan dat hele paneel eventjes mee te pakken. Dus even een stukje proefrijden en dan kan hij wel mee met de klant. Het aanbrengen van de nieuwe striping op de Abarth 595. Zowel links als rechts. We hebben eerst als de oude verwijderd. Auto compleet gepolijst. Auto ontvet. Nu wordt de striping aangebracht. En zometeen gaat de coating eroverheen. Deze Audi R8 staat er voor het verhelpen van een olielekkage. Als we daar toch mee bezig zijn, gaan we gelijk even een nieuwe olie en een nieuw oliefilter plaatsen. Ook zou de motorolie tijdens de opwarmfase veel te heet worden. Dus het duurt veel te lang voordat de thermostaat open gaat en die gaat koelen. Dan gaan we ook even kijken. Motorlampjes aan en een APK. Een dikke kont, hè? Ja, die is echt bizar. In het licht is hij zo fucking gelder, ding. Ik heb het over jou, John. Dank je. Wat spoor is zo. Je hebt er ook een knopje voor? Ja. Don en Companen gaan even een proefrit maken in de RS7. De auto bij van de moeder van Don. Ze moest natuurlijk met z'n drietjes deze kant komen, dus de Clio weer een keer meegenomen naar Uden. Moet binnenkort een keer komen voor een beurt. Wat een bak, hè? Ja, ik had Don even een appje gestuurd met het goede nieuws dat ik een hele mooie auto heb binnengekregen. Ik had hem in eerste instantie niet verteld over wat voor merk het ging, maar alleen de opties genoemd en de pk's. En toen wilde hij heel graag weten wat het nou precies was. Ik zeg, een RS7. Dan kom ik meteen langs, zegt hij. We hebben ook een volgens mij RS7, En Dennis is nu bezig met de achterbumper, ook nog steeds de eerste laag. Eerste laag en dan moet de auto compleet een uur drogen en dan gaan we de tweede laag doen. En dan wordt hij nog dieper zwart. En hij zal een stuk donkerder worden, maar ja, het resultaat is nu al verbluffend. Mooi. Ja. Gaan we daar ook maar eens pauze houden? Ja, gaan we doen. Dat scheelt weer tijd. Tijd is geld, geld is bier en bier is... Plezier, ja. De velgen zijn terug voor de Audi R8. Ook weer een mooie mat bronzen finish. Heel gaaf, hè? En dadelijk op een zwarte R8. Wordt echt super gaaf. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, een mooiere kleur dan op mijn RS6 wielen. Die zijn nog ietsje lichter van kleur. Dit is wel een hele dikke kleur. Tot de volgende keer. Tot de volgende, bedankt weer. Yo, hoi hoi. Audi RS6 op de brug staan. Auto start niet meer. Verschillende storingen, ja, helemaal vol storingen. De accu was helemaal plat. Dus ik ben al even aan het zoeken wat het probleem is. Alle kabels gecontroleerd, alle zekeringen gecontroleerd. Dan ben ik onder de auto bezig. En ja, de auto die zegt ook soms, als ik in display gaat wel op contact, maar hij start niet. Maar dan zegt hij soms, zet de auto in zijn P of in zijn D, maar daar staat hij gewoon. Dus dat vond ik al raar. Ik ben even onder de auto even de platen weggehaald. En dan heb ik de versnellingsbakstekker losgehaald. Maar nou
ja, denk dat ik het probleem wel weet. Hier zit vocht in de stekker, nogal wat. Ik zal het even beter laten zien. Kijk, die is helemaal groen. Dus die gaan we sowieso even schoonmaken en kijken waar dat vocht vandaan kan komen. Dus eerst een vrije training, kwalificatie, dan een race. Het is maandagavond en we zijn uitgenodigd bij Sim Racing in Veghel. Gaan we even een paar lekkere rondjes knallen. We gaan nu naar Zandvoort. En als ik mijn handschoen aankrijg, ze hebben een nieuwe locatie op de Noordkade. Ze hebben ook grotere maat, hè? Maar dit is al 11. Oh. Dus we hebben net al een keer gereden, zweep kapot. En dan mogen we nog een extra rondje rijden op circuitpark Zandvoort. Hebben we ook wel zin in. We gaan lekker zitten en gas geven. Wij weten nog echt niet of te rijden. Luc is er ook bij. Hey, trek nog box omhoog. Hangt hij wel op mijn knieën? We hebben hier een Maserati Levante op de brug staan met een zwetend stuurhuis. De auto komt van een collega autobedrijf af. Ik heb nu het stuurhuis gedemonteerd. En dan kan ik jullie even laten zien waar die zweet. We gaan nu hier het stuurhuis gedemonteerd. En hier ligt hij. Lampje pakken. Kijk, hier op deze kering lekt die. Ik heb hier al, er zit geen speling op of niks. Dus we gaan beginnen met deze kering te vervangen. Kijken of dat die ergens leverbaar is bij een van onze leveranciers. Daar gaan we in ieder geval mee beginnen, want een nieuw stuurhuis kost €3200. In ieder geval veel te duur. Dus we gaan het eerst zo proberen. En bij de Audi R8 hebben we de olieservice uitgevoerd. We zijn nu bezig met een remvloeistofservice. De auto hadden we al 10 jaar niet gehad. Moet normaal om de 2 jaar. Dus, maar goed dat we die ook even doen. Clio RS op de brug. Dan gaan we alle grijs delen. Grijs of zilver. Gaan wij rood reppen. Dus ook deze. En de achterdiffuser. En ik ben weer helemaal achter in de hoek gestopt. Ik heb mij verstopt voor iedereen. Ik ben met de Audi A6 bezig. Hier staat de motor. Ik ga nu de ketting vervangen. Eerst hier de injectoren terugmonteren. Deze kant ook. Dan ga ik beginnen aan de distributieketting. Nieuwe tandwielen, nieuwe ketting. Dus, komt helemaal goed. Bezig met de Clio RS. Delen allemaal rood aan het reppen. Nou wordt de diffuser een rood trap. Aan de voorzijde. Kijk dan. Heel die splitter rood gemaakt. De grilletjes. Nou wordt ook wel erg dik. Keer wat anders. Mooi passen bij de matching bij de remklauwen. De auto is dezelfde eigenaar als die Clio, die blauwe Clio die hier al vaak is geweest. Heeft overstap gemaakt naar een RS. Erg leuk. Erg leuke auto's. Kijk, hier hebben we onze nieuwe sweaters. Wordt vandaag geshowt door onze Niels. De sweaters. Lekker zacht aan de binnenkant. Lekker zacht aan de binnenkant. Ervaringsdeskundigen, deskundigen. Met alle nieuwe merken erop. Mobil One, Texa, Brembo, LKQ, Bilstein. En aan de andere kant SP Tools, Flex en KS Import. KSC Import. Nu te bestellen op www.rijdauto's.nl/merchandise.
laatste controle in het daglicht. En de Audi R8 staat na zijn olieservice en remvloeistofservice weer klaar. We hebben net nog even de service geweest. Bezig met in elkaar draaien van deze nieuwe set. Komt onder een BMW 430. Ja. Hebben we reeks die spoiler gemonteerd. Die achterklep spoiler. En deze set wielen erbij verkocht. Komen de nieuwe banden op. De banden die erop lagen, die waren te plat. Dus het is een hoogte hoger. Van 30 naar 35. Niet zo jongen met mijn rug. Hè? Niet zo met mijn rug tillen, joh. Ik snap wel dat je last van je rug krijgt. Daar komt de rest van de film en ik aan het werken ben. Ja. Nou mensen, dit is dus die Audi RS7 die we ingekocht hebben. Auto met 2020. 55.000 kilometer gelopen. En noem het maar op, het zit erop. Hij heeft een carbon exterieur, carbon interieur, Alcantara hemel, die rode streepjes aan de gordels, het zwarte nappenleer met rode stiksels, panoramadak erin, Alcantara stuurwiel afgevlakt. Het uitgebreide BNO-systeem, een leer op het dashboard, AGC 360 camera. Dat is allemaal mooi. Maar ook 840 pk. Je hebt een setje van Brex Tuning, dat is ongeveer een 13.000, 14.000 euro. Een stage 2 plus set. Ik wil zeggen, andere intercoolers van Power Division, decatted downpipes, frontdemper delete in de voorpijpen, Aventuri carbon intake, uiteraard de software aanpassingen. Ja, het is, we hebben wat slangen vervangen, siliconen slangen geplaatst. Nou, dat ding dat klinkt. Het gedeelte zeg maar vanaf hier, vanaf de voorpijp, is gewoon origineel. Originele RS7 uitlaat. Ik zal kijken of ik het kan laten horen. Ik zet hem nu op auto, comfort. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Nu is die auto gewoon stil. Je hoort iets ander geluid dan origineel, minimaal. Schakel ik terug. Boterzacht. En dat is ook wel eens fijn, want die uitlaat is mooi voor af en toe voor ritjes en zo, maar in je woonwijk, in een dorp, et cetera, is het iets minder prettig. Niks mis mee. Nou druk ik op de magic button. RS, en dan gaat die klep open. Gaat die klapperen. Ik hoop dat het geluid een beetje overkomt zoals het echt klinkt. Het klinkt echt dik. Ja, helaas, we zitten hier bij vliegbasis Volkel. Waar die nieuwe straaljagers lekker aan het oefenen zijn. Die maken nog meer herrie vergeleken met de F-16's. De Clio RS staat klaar voor aflevering. En dit is het resultaat geworden. Dat is een glansrode achterdiffuser. Dit is ook glansrood geworden. En in de voorbumper ziet het er nu zo uit. Super dik geworden. Op dit moment onderweg naar Gemert. Voor het ophalen van een robot. Dat is eigenlijk wel bijzonder. En je vraagt je af, wat voor robot? Een Fiat robot, een Abarth robot, voor de automaatbak van een Fiat 595 Abarth. Die worden dus buiten de versnellingsbak om met een robot bestuurde elektronica zeg maar geregeld.
En die is bij een Fiat die wij hebben staan stuk. En die moet dus vervangen worden. Dus ik ben nu onderweg naar Fiat in Gemert. En zoals jullie gezien hebben is Don gisteren geweest. Hij is natuurlijk bij ons komen rijden met die 330i, die blauwe. Dan ga ik toch wel wat proberen. Hij is in een Volkswagen Golf gaan rijden, een GT'tje. Hij is nog in een Golf R gaan rijden. En toen ik deze auto had gekocht, toen had ik zoiets van, hé, verrek. Dit is eigenlijk mijn echte Don-auto. Hij heeft in het verleden al, voordat hij die RS6 kocht, die Whitebody RS6, toen had hij het al een keer over een RS7. En zou het dan niet leuk zijn om zijn C8 helemaal whitebody te maken? Uiteindelijk is hij een C7 RS6 geworden. Maar RS7, die C8, is hij eigenlijk altijd verliefd op geweest. Dus ik had hem gekocht en toen was ik s'avonds thuis. Dus ik heb nooit een auto gekocht, zei ik tegen mijn vrouw. Echt een hele dikke RS7. En toen, verrek, dit is een auto van Don. Dus ik heb hem... Wacht even. Van verschil bij mijn auto. Die rijdt supergoed. Ja, les. Ja, Don, ik kwam gisteren ook thuis. Ik had er zelf alleen gereden, maar niet zo ver natuurlijk. Maar hij was mega enthousiast. Dus wat heb ik gedaan? Even terugkomend op het verhaal. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Don, nou heb ik iets leuks voor jou. Al die optie opgenoemd. Carbon interieur, exterieur. Ik heb geen merk genoemd. Ik heb geen type genoemd. Op een gegeven stuur die terug. Dat is een Audi of een Mercedes als ik het zo hoor aan de opties. Wat is het precies? Express heb ik het niet gedaan, maar toen was ik druk en heb ik geen tijd gehad om te reageren. Wat een... S'avonds zaten wij met vrienden te eten en toen belde Don op. Helemaal hyper. Wat ik steeds niet had gereageerd. Oh, duif. Zo. Een duif op straat. Dus hij belde mij op, helemaal lieper. John, waar is het nou? Waar is het nou? God, ik wilde weten wat er is. Rustig jongen, ik zal het vertellen. Het is een Audi RS7. En kan ik meteen komen kijken? Nou, dus hij is gisteren meteen geweest en hij was mega enthousiast. Ik weet niet of ik al iets mag vertellen, dus ik hou mijn mond nog even dicht. Maar hij was wel enthousiast. Is hij natuurlijk vaker. Maar nou was je echt enthousiast. Oh, het is fantastisch. Fantastisch. 840 pk. 1100 Newtonmeter koppel. Deze RS7 die vertrekt, dat is gewoon niet normaal. Daarnaast zijn we nu bezig met mijn RS6 en die RS7 van die klant van ons. Er zijn dus downpipes onder gemonteerd. En dan moet die OPF worden uitgeschreven. We hebben een bedrijf langs laten komen, die schrijft dan die OPF voor ons uit. Dat doen ze vaker. En ik merk dan meteen... Toen mijn downpipes waren gemonteerd en de OPF was uitgeschreven, die auto reed anders. En vooral de automaatbak die reageert anders. Hij, heb ik al verteld de vorige keer, in zijn 50, als je rustig rijdt en je gaat naar de 50 toe, zit hij bij de 50 km/u ongeveer in zijn 6, in zijn 5 en zijn 6. Mijn auto die schakelt bij de 50 pas over naar zijn 3. Dus dat rijdt mega irritant. Nou, daar zijn we al eigenlijk wel een tijdje mee zoet om dat op te lossen. Dus we denken nu dat de OPF-filter in zijn regeneratiemodus stond toen wij de OPF hebben gedelete. Dan kan je zijn cyclus niet afmaken, want die OPF is natuurlijk en weg en uitschreven.
En daar komt waarschijnlijk nu het probleem van, dat we de software niet goed krijgen. Dus in het allerergste geval, we zijn vandaag nog bezig, maar in het allerergste geval, geloof het of niet, maar dan moeten de OPF katalysators terug, met alle downpipes, de originele downpipes terug. Dan moet die aangepast worden, moet die OPF regeneratie moet gestart worden en afgemaakt worden, en dan pas kunnen we alles wisselen. Dus dat wil dan zeggen dat we twee RS'en alles terug moeten schroeven en alles weer eraf. Dus eigenlijk alles eraf, alles erop en alles weer eraf. En weer erop. Het is echt verschrikkelijk. Maar ja goed, dat is een erge ding in het leven. Als dat de oplossing is, dan is dat helaas zo. En hebben we weer iets geleerd. Het is natuurlijk een vrij jonge generatie auto. Dus we zien het wel. We gaan voor nu nog even genieten van deze knijterdikke Audi RS7. Echt wat geweld los hoor. Ongelooflijk. Ja, dit moet je eigenlijk echt horen. Het is gewoon niet normaal. Wat een geluid, jongens. Het lijkt wel oorlog. En de ketting is gedemonteerd. Ik ben nu alles aan het schoonmaken. Ik heb nog wel een bende hier, maar... Kijk, al de overige pakking eraf gekrapt. Nu nog even alles goed nalopen, dat alles schoon is. Ik kan het ketting weer terugmonteren. Gaat hij de RS7 in Dennis Poetshoekje. Wat een beest van een auto, hè. Geen pluimpje meer gezien trouwens. Dus vertrouw er wel op dat het goed is. Gaat sowieso een keer bij ons op de werkplaats heen. Even langs geweest om de tap eindelijk te repareren van de cilinderkop op de GT3. En nu die weer draad hebben, kunnen we de Akrapovic uitlaat monteren. Get up. Volkswagen Golf 7R. Gaan we even laten zien. Walnutblazen. Ze zijn aardig scherp stellen. Aardig vervuild. Kijk, je ziet op de klep. Bovenop de klep is het helemaal zwart en verkoold. Gaan we helemaal oppoetsen en schoonmaken. Kijk, en zo horen de kleppen eruit te zien. Mooi gewandelblast. Weer helemaal zuiver. Terugmonteren van een ander spruitstuk en klaar. Het is weer woensdagochtend. R8 V10 naar buiten, de Audi RS7 is klaar. Met de juiste software. Het is een heel uitgezoek geweest. De Kick de Weekbus. Niet vergeten te abonneren, hè.
Gisteren zijn Bram en ik vol gas aan de gang gegaan. Even tussendoor, want we hadden het er al vaker over gehad om hier een schap in te maken. Dus we hebben even wat hout gehaald. En we hebben hier echt een knijterstevig schapje gemaakt. Kunnen alle apparatuur, al het apparatuur kan eronder. We hebben dus rekening gehouden met die hoogte, dat alles eronder kan. En boven kunnen al die kleine grut. Dus we gaan het nu even opnieuw inrichten. En dan hoop ik dat we eindelijk hier een beetje orde hebben geschept. Audi A4 Avant. Ringen voor en achter vervangen. Komen zwart op, uiteraard. Deze zwarte Audi RS Q3 staat hier voor het uitvoeren van een inspectie en groot onderhoud. Mooie auto. Dikke 5 cilinder aan boord. We gaan er gauw mee beginnen. We gaan een start maken met de Audi RS7 C8 Sportback, zoals hij officieel heet. Marijn heeft hem al gewassen. Het front staat volledig in de PPF. Als je verder het lakwerk inspecteert, dan zie je al dat hij behoorlijk strak is. Dus een lichte massage volstaat. Prachtige dikke verschijning, zo'n RS7 C8 met die doorlopende ledbalk. Zeker in het diepzwart metallic. We gaan beginnen en later meer. Ik ben begonnen aan de RS3. We gaan met deze auto al het onderhoud uitvoeren. Ik ben begonnen met de bougies. Hier zie je de 5 bobines liggen met de oude bougies. De nieuwe liggen ervoor. Verder gaan we een olieservice doen. Hier zie je het oliefilter staan. Dan gaan we nog een transmissieservice uitvoeren. Dit is het transmissiefilter. Gaan we ook vervangen met nieuwe olie natuurlijk. Luchtfilter, interieurfilter, afdichtringen voor deze filters. We gaan een voor- en achteras differentieel doen. Er komt nieuwe olie op, brandstofadaptief. Dus hele waslijst. Ook waren de achterbanden kaal, die gaan we vervangen. Dikke Continentals liggen erop, 21 inch. Seat Leon op de brug voor onderhoud. Nieuwe olie en oliefilter. Tegen de onderkant is beschermd tegen roest. Die zat erg onder vliegroest. Hier kun je het ook een beetje zien. Hier hebben we schroefjes, boutjes, moertjes, dingetjes ingespoten. Achterbrug. Luc is bezig met een Audi S5 Coupé. Deze auto die heeft startproblemen. Eens in zoveel tijd dan start die auto niet. Waarschijnlijk een startontbreking, alarmprobleem. Maar dat zoeken we uiteraard nog even uit. Dennis, wat zijn wij aan het doen? We zijn bezig de instap te polijsten. Voordat we de complete auto gaan doen. Doen we eerst alle fijne delen, zeg maar, waar we met de grote machine lastig bij kunnen. En het voordeel van deze flexmachine is, je kunt hem zowel roterend als excentrisch roterend pakken. Nou, wat we dus doen, we doen eerst de dorpel in dit geval roterend, dat is al gebeurd. En ik ben hem nu excentrisch roterend aan het doen. Het voordeel van die flexmachine is, je hebt natuurlijk veel contactdruk per vierkante centimeter. Dus je kan ieder deel heel fijn polijsten, tot in detail. En ja, natuurlijk die crash bij de instap is niet te voorkomen. En we krijgen het vaak ook niet 100% weg, maar 90% lukt wel. Dus ja, je krijgt gewoon een veel mooiere kijk op de auto dan als al die hoekjes ook gedaan zijn. Dus, zo fanatiek aan het potje dat het potje op je gezicht zit. Is het waar? Ja. Waar? Ook de carbon delen, die pakken we ook gelijk mee. En ja, die hebben dan ook een mooie diepe glans. Dus, gaat het helemaal goed komen, dat heb ik al gehoord. En hier knippen we hem even door, we hakken hem hier in tweeën. Ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deel 1 van 243. Deel 2 staat nu ook online, dus mocht je die willen kijken, dan zie ik jou zo meteen terug. Bij aflevering 243.2.
Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Onder dit filmpje even op abonneren drukken, belletje aan en je blijft op de hoogte van alles wat wij hier doen. En heb je natuurlijk interesse in de Cake Week merchandise, ga dan naar rijdauto's.nl/merchandise. Kom je in onze webshop voor eventueel de polo's, de hoodies, de petjes, de bodywarmers en de sweaters. Dat was het. Ik zie jullie graag zo meteen terug voor aflevering 2 van deze week.